is dag 2 van de entreeweek en we zijn vandaag op de entree spelen waar studenten gaan sporten. Ik sta hier naast twee dames van de studenten sportvereniging Amsterdam. En waarom is sporten zo belangrijk voor studenten? Nou, je kan natuurlijk heel leuk studeren, maar je wil af en toe ook wel wat anders. En ik denk dat sporten heel belangrijk is, zodat je daarnaast ook kan ontspannen en sociale contacten kan opdoen. En wat is nou de populairste sport voor studenten? Ik denk dat dat toch wel een van de roeien populaire sporten is. Ja, waarom is roeien populair? Ja, ik denk dat de echte. Ja, je kan er nog later mee beginnen en nog steeds goed worden. Dus denk ik dat dat veel mensen aantrekt. En ook het hele wereldje eromheen. Misschien is dat heel erg aantrekkelijk. Het is best wel een sport die ook wel geassocieerd wordt met andere leuke feestjes, waardoor mensen wat meer of minder serieus gaan roeien. Veel feestjes bij roeiverenigingen en dus ook veel alcohol. En dat gaan wij nog eventjes dunnetjes nadoen bij de ST Vetten. ST Vetten. We beginnen hier vanuit je slaapmodus, want als student dan verslaap je natuurlijk altijd. Je rent naar je fiets toe, je at daar een biertje, want dat is altijd wel lekker om even mee wakker te worden. Dan ben je fietssleutel vergeten, dus je rent weer terug. Je pakt een pingpong dingetje, dan moet je hem erin bierpongen. Dan pak je de fietssleutel uit het bierpongbakje. Dan geef je dus die fietssleutel aan je mededeelnemer. En die rent naar de fiets, at ook een biertje. En maak de fiets van het slot af, wat best wel moeilijk is als je nog een beetje brak bent. En dan ga je op de fiets weer terug. Is het voor jullie allemaal duidelijk? Let's go! Ja, ik ben meer een soort van marathondrinker. Dus ik kan wel lang doordrinken, maar ik ga meestal niet zo snel. Dus dat altijd wordt nog even spannend. Ik denk niet dat ik zo lang met de fiets ga staan kloten, want mijn fiets is erger dan dit. En dat lukt me ook gewoon binnen een paar seconden. En bier drinken, dat is ook gewoon mijn tweede natuur, dus dat komt ook helemaal goed. Jullie hebben net wel de andere teams gezien. Hebben jullie een beetje tactiek? De concurrentie is moordend. Je zag ook wel de werptechniek. Daar hebben we wel echt veel van geleerd. Hè. Nou, ik sta hier tussen de finalisten van de ST Vetten. Hier Nienke en Arsen. Nienke en Arsen, zijn jullie er klaar voor? Ja, helemaal. Gaan jullie winnen? Jazeker, beste tijd neergezet vorige ronde en nu weer. Aan de andere kant heb ik Tieme en Jet staan. Je hebt net wel bewezen dat het toch nut heeft gehad dat jij al een beetje ervaring hebt met hardlopen. Zeker. Voor dit stukje is het echt hard nodig gewoon om goed te kunnen lopen. En drinken ook? Dat was jij meer jouw pakje aan of ging het niet zo goed net? Nou, dat ging wel goed, dacht ik. En nu winnen? Absoluut. Eitje. 3, 2, 1, wakker worden! Spelen de team. Het is elke keer het handje ja en het team. Timo gaat er vandoor. Het is een lekker Schulte-brouw, het merken van een studenten. Favoriete bier van de Lidl. Hij is. Oh, daar gaat hij. Ja, het duurde best wel lang. Lekker jongens. Bier gaan we los voor de fietsen. Oh, ze vallen al. Jongens, het is een drama. Dat het al ietsje makkelijker maakt. Ook is dat nog lastig genoeg. Ja, dat wordt niet heel spannend. Ze zijn allebei los. En even spreken, want ja, dit kan eigenlijk niet. Ja, je zit dan wel in een entreeweek, maar ja, je denkt toch niet echt op zo'n manier student te worden? Het lag aan de fiets. 2 meter heb ik niet gewonnen, dus. Ja, die 2 meter. Nou, ik ga me afvragen of jullie het gaan redden in het studentenleven. Nou, ik hoop dat jullie nog een leuke week hebben en we gaan het zien verder. Dankjewel. En toch maar even een Schulte-brouwtje. Dankjewel. Als troostprijs. We hebben 2 winnaars, Nienke en Ars zijn het geworden en die hebben recht op de ST Vette prijs. Kom maar doen. Yes, dit is er. Oh, ik dacht dat het wijn was. Nee, het is echt hele goede champagne. Alsjeblieft jongens, delen met je groepje. Dankjewel. Supergoed, nu zijn jullie echte studenten. Van met een brak hoofdje, een biertje erin en op tijd bij het college komen. Hartstikke goed gedaan. En goede studenten gewoon. Stop. Fijne week en tot de volgende keer.